We zijn hier vandaag voor de officiële opening van de Stationspleinfietsenstalling. Deze is gerealiseerd in samenwerking door ProRail, Gemeente Utrecht en NS. De reiziger kan hier de eerste 24 uur gratis zijn fiets parkeren. Dat betekent dat hij de eerste 24 uur gratis staat en dat hij daarna pas betaalt. Er zijn hier 750 gloednieuwe OV-fietsen te huur. De reiziger is daar heel erg blij mee, ze maken veel ritten. Wat dit betekent voor Utrecht, het is een enorme stap. We zijn een fietsstad, maar we willen ook graag dat de mensen hun fiets op een mooie, goede, veilige manier vlakbij een station kunnen neerzetten om de trein te pakken. Dit is nu de grootste fietsstalling van Nederland. En ja, zo direct als die 6.500 erbij komen, dus totaal 12.500, is dit de grootste fietsstalling van de wereld. Nou, voor de reis van deur tot deur hier in het Utrechtse betekent het een grote stap voorwaarts. Waar we heel lang toegespitst zijn geweest op kleine locaties op Maaiveld, hebben we nu een pracht van een voorziening onder het station die direct ontsloten is naar de stationshal zelf. Weliswaar nog niet helemaal klaar en er volgt ook eind 2018 nog de andere helft. En daarmee hopen we gewoon het gemak van het openbaar vervoerssysteem in de combinatie met de fiets verder te vergroten. Nou, geweldig. Het is enorm groot. Ik kon er helemaal doorheen fietsen. En ik ben ook benieuwd of ik straks de weg weer terug kan vinden. Maar ik zie dat het goed is bij wegwijzer, dus dat zal wel lukken. Heel prettig. Het is altijd heel lastig om met de fiets met een kinderzitje een goede plek te vinden. Dus dit is perfect.